Hey Colin, ik wil jou even wat dingetjes uit mijn verzameling laten zien, omdat ik wel erg genoten heb van je filmpje. Dus ik probeer het kort te houden. Ik begin hier beneden met wat laatste aanwinsten. Heel weinig eigenlijk hoor. Dus net zo Old Boy. Super tof film. Deze heb ik eigenlijk al een tijdje heb ik voor naar Londen gekocht, maar erg tof. Driller Killer. Met Tony Coca-Cola en de Roosters. Soundtrack. Nosferatu. Geen dialoog, een meesterlijke film. The Devil's Backbone van Guillermo del Toro. Pan's Labyrinth en Hellboy natuurlijk. Instant classic. Yeah. Slasher. Verder zie ik hier nog staan, de remake van Vrijdag de 13e. Ja, hartstikke tof. Deze kon ik eigenlijk niet laten liggen voor 2,99. Het is een normale versie, maar wel uncut van de New York Ripper. Poeltje. Nou goed, we gaan even boven kijken. Ga je mee? Ja. The Room of Doom. Met een overview. Links nog twee rekken cd's. Dan volgen de dvd's. Allemaal horror. Even kijken, drie van die rekken. Nog twee, sorry, drie rekken met horror VHS. Neem wel heel veel ruimte in beslag natuurlijk. Wat ik op dvd kan vinden, dat ruil ik in. Tenzij het echt ja, een meesterlijke film is. En hier nog wat mainstream en actie, comedy, avontuur en animatie. Goed, nou om heel het rijtje langs te gaan zou het te veel zijn, dus ik haal er gewoon een paar titels uit. Ja, waar ik eigenlijk hartstikke blij mee ben. Nou ja, goed, laten we maar beginnen. Dit bijvoorbeeld, erg leuk. Franse Splatter, Bagman. Superleuk, zou je vast wel kennen. Is ook op internet, via internet te bekijken, via YouTube. Gewoon even Backman even YouTuber. Originele Boogeyman, Baba Hotep. Meesterlijke film natuurlijk. Bruce Campbell. Even kijken hoor, nou ja, allemaal kannibale films, ook leuk. Dit is erg leuk, een special edition van Creepshow. Double disc edition. Nee, ga terug. Dracul. Even kijken. Demons natuurlijk. Lamberto Bava, Dario Argento. Hartstikke tof. Don't Go in the Woods. 80s Classic. Video Nasty. Hier mijn Dawn of the Dead. Night of the Living Dead. Dit is wel een hele gave uitgave van Day of the Dead. Ik heb even laten zien. Ik kan hem openklappen. Zit er nog een leuk boekje bij met met schetsen en notes. Erg leuk. Wat hebben wij nog meer? Evil Dead natuurlijk. Ja, double disc edition van Army of Darkness. Alternative ending en deleted scenes. Een Franse DVD van de Evil Dead. Nou, de originele Evil Dead. En Evil Dead 2 natuurlijk. Hier ook nog een limited edition VHS. Deel 1 en deel 2 van de Evil Dead. Natuurlijk ook nog Evil Dead gewoon. Wat hebben we nog meer? Even kijken. Vrijdag 13, een paar jaar uit de serie. The Gate, ook zo'n 80s classic natuurlijk, hartstikke leuk. Herschel Lewis, een paar films, ook tof. Dit is ook een juweeltje trouwens, Hellmaster. Je zal hem wel kennen, als je hem niet kent, zeker een aanrader. House of the Cemetery. Ja, drie keer, volgens mij één gekutte. Één Engelse en één met een Nederlands menu ook. House on the Edge of the Park. Tof natuurlijk. Itchy, die ken je. Spit in Your Grave. Nog zo'n Video Nasty. Nog samen met Ilse. Nou, dit ken je allemaal. Lord of Illusions, Lurking Fear. Hartstikke tof. Dit is die versie waar ik het net over had van New York Ripper. Echt een hele gave versie dit. Er staan heel veel extra's op. De originele soundtrack.